We stoken deze video met de aansteker van Your Pyro. Check allemaal de link in de beschrijving, want je kan een aansteker bestellen bij yourpyro.nl. Met onze kortingscode PyroTeamDelft krijg je korting op je aansteker. Je doet de fiets in de regen. Yes jongens, moet je kijken naar die tijd. 7 uur 46 en toevallig zijn we wekelijks op pad op dat tijdstip om boodschappen te doen. Mie zit elke vrijdagochtend zit hij in de auto zo. Het is nu ook het geval, dus we gaan nu onderweg naar de Aldi jongens. 8 uur gaan ze open. Aldi Deutschland! Oh, nee. Nee, helaas man, maar zo'n vibe krijgen we wel hiervan. Ik zweer. Ondertussen zijn we aangekomen bij de Aldi jongens, jullie zien het achter mij. Er staat natuurlijk nog niemand, alleen een paar jaar geleden, als de Aldi ging verkopen in december, was er echt al een rij van hier tot Tokio in Delft. Dat zal nu niet het geval zijn, omdat al het vuur natuurlijk minder is. Maar je weet het niet, misschien worden we verrast. Volle schappen hier zo. We gaan het allemaal even testen. En laten we ook maar even kijken zoals wat we ieder jaar doen, even naar de badge. Nou, jullie zien het al, Leslie 2022. Ik ben benieuwd hoe deze zijn, maar ik heb het gevoel dat ze hetzelfde zullen zijn als die van de Lidl. Want alles is natuurlijk Leslie. Deze gaan we een pakje van meenemen, denk wel een paar. Maar ze zijn dit jaar dus 4,50. En volgens mij zei Jordi net al van... 1,50 euro per stuk. Ja. Dat is gewoon 50% duurder, jongens. Met de Kings. Wat betalen we daarvoor? 7. 7,50. Oh, deze is wel open. Ratellinten halen we. Deze halen we. Ik kan het gewoon even allemaal even testen. Maar, deze. Besef een paar jaar geleden dat wij gewoon echt die karf een dag van tevoren zaten te vullen. Was toch paraditeit? We staan inmiddels buiten op de stooklocatie. En ik hoor jullie al denken, waarom gaan jullie naar de Aldi? Wij doen het eigenlijk ieder jaar. Ik was ook de allereerste die hier een video over maakte op YouTube. En ik wil gewoon voor jullie even testen hoe het vuurwerk klinkt. Want het kat 1 wordt ieder jaar minder. En ik denk dus dit jaar ook. Maar we gaan het zien. Hier beneden hebben we alles wat we hebben gehaald. De ratellinten uiteraard. Laten we daar maar even mee beginnen. Met de aansteker van Your Pyro jongens. Ik heb het net al gezegd. Die gouden steken we even mee af. Wat denk jij? Deze goeie of niet? Nee, dat zijn gewoon de nieuwe. Deze, ja, we gaan het zien man. Zo. Dat is echt niet normaal. Ik hoor het hier bijna niet eens. Nou, daar worden mensen niet wakker van hier. Nee, dit is echt heel zonde jongens. Laat de ratellinten liggen. Maar volgens mij waren ze vorig jaar ook al zo slecht. Ze waren ook gewoon een stuk duurder hè, dan eerst. Ja, ze zijn nog duurder ook inderdaad. Je hoort ze niet eens, je kan ze gewoon praten. Je kan tussen het stoken, hoor je ons gewoon praten. Heel pakje dan. Dat was dus een heel pakje. Ze zijn dan nog enigszins leuk, maar... Voor een heel pakje wel, ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben nog ratellinten van 5 jaar geleden of zo, gelukkig. Genette rotjes. Ah, de vogels zijn niet mee eens. Zo, what the fuck. Kijk hier ook, maat. Hey, check dit dan. Moet je teken. Zo. Lekt gewoon kruid. Maar inderdaad, moet je die rook even filmen of heb je dat op gedaan? Ja, heb ik al gedaan. Genette rotje dan. Knettert die wel harder. Oh, die doet het niet helemaal uit. Niet. Okay. Nou, Leslie maakt een goede beurt hier. Iets harder. Hé, hey, raar hè? Nou ja, harder. Hey, mooi sfeertje, man. Ik weet niet wat je onder harder verstaat, maar... Ja, die weigert ook al, joh. Nou, lekker dan. Dat is wel milieuvriendelijk vuurwerk, inderdaad. Het gaat niet eens af. Ja, dit is wel beter man. Dit is in ieder geval beter dan die... zijn ook veel hè. En dit hele pakje man. Zo. Deze stelt minder teleur dan die ratellinten doen. Zo. Maar volgens mij waren ze wel duur. 80 stuks, weten jullie het nog? Hoe duur dat was? 5 euro volgens mij 5 wel. 5 euro, ja. Ja joh.
kan dit dus wel wat. Maar we hebben heel de buurt wakker gemaakt, dat wel. Waar ik ook benieuwd naar ben, zijn deze knetterkings. Aangezien deze wel altijd gewoon goed blijven, ook van de Lidl, zijn ze ook gewoon echt top. En wat weer opviel, mochten uiteraard weer niet filmen binnen. Oh ja, ja. Maar gaat er dat te zeggen? Inderdaad, daarom stopte eigenlijk het beeld. We kregen gelijk op ons kop dat we aan het filmen waren. Ik heb daarna natuurlijk gewoon weer verder gefilmd. Maar ik snap dat wij het niet mogen filmen als je ziet hoe slecht en duur het is. Ik denk dat het allerbeste vuurwerk wat je dit jaar kan kopen echt van de Action is. Laten we deze maar even testen. Nou, aan de fluit ligt het niet in, ja, ieder geval. De fluit en de knetten ook hoor. Alleen mag die wel iets langer duren van mij. Nog steeds doof. Zo, ja man. Ik zou zeggen, begin even met een fonteinenpakketje, jongen. Ja? Grootste, ja joh. Welk? Je hoeft niet alleen te kijken als je wil. Ja, deze waren altijd vroeger heel erg goed. Want dat meterpakket was toch altijd in een zak, in een plastic zak, wat jij zei? Ja, maar dit pakket was er al zoiets als dit. Alleen dat moet nou deze voorstellen, volgens mij. Oh ja. Er waren altijd die kegeltjes. Deze. Ik ben benieuwd. Oh, weet je nog die... Nou, dat is het enige. Een soort ijsfontein. Eerlijk. Gewoon een soort ijsfonteintje dit. Waar zijn die cubejes gebleven? Die kleine dingetjes? Ja, die zitten er ook in. Is dat zo? Dit zijn, nee, maar ik bedoel, dit zijn gewoon het zijn grote potjes, maar het zijn gewoon kleine buisjes erin zitten. Hier. Deze bedoel ik, man. Kijk, laten we die ook maar even doen. Deze waren altijd goed, man. Kijk. Check. Knetterfontein. En deze kegeltjes. Klopt. Die waren altijd goed. Maar nu? Niet meer, gok ik. Ik weet het niet. Dit is echt ziek hoor. Dit is echt heel ziek. Kwaliteit gaat zo erg achteruit, Leslie. Echt. Wat een troep, jongen. Even kijken. Ik zweer, je moet eigenlijk teruggaan, man, met het geld. Oh, ik wou net zeggen. Ik heb het idee dat hij alleen maar kleiner is geworden sinds vorig jaar. Ja, maar hier zat vroeger crack in bij. Besef hoe hoog deze was, hè? Ja, man. Ik denk dat het effect letterlijk wel 30 keer zo groot was. Ja. Dit is gewoon letterlijk gewoon een... Een knetterking. Ja. Maar in ieder geval, wij waren dus in 2013 de eerste die een video maakte van dat de Aldi in Nederland kat 1 zou verkopen. En toen hadden we het echt nog over prijzen zoals 2,30 euro voor een pakje ratellinten. En ik raad jullie dan ook echt af om dit allemaal te kopen. Want het is eerder gewoon... Het zijn eerder vonkjes dan... Tering, man. Ja, die geel is wel hard trouwens, man. Ja, maar het is geen prettig geluid. Nee, het is geen Tropic Scream geel. Maar ook een soort fonteintjes, hè? Ja, maar... Zet ze even daar op dat ding. Doe er maar 2 tegelijk, joh. Ja, dat moet haast wel, hè? Lijken een mini-cobra's, hè? Zo. Ja. Ja, die zijn nog wel leuk, trouwens. Die zijn hoog, hoor. Dit zijn gewoon een beetje zoals ze waren al, volgens mij, hoor. Ja. Deze zijn nooit aangepast. Althans, of het is gewoon een oude badge, kan ook. Hebben we dit pakket? En ik stel voor, zullen we dat even hier neerzetten? Ja joh. Want anders zijn we al heel lang deze. Zo jezus. Ja, hier zitten allemaal van dit soort fonteintjes in. We zetten gewoon zoveel mogelijk neer en dan... Zo jezus. Hé, hey, die had wel een goede tracklin. Vind je? Nou, we hebben er eentje gevonden hoor, die goed is. Maar zeg ik, wat vet is.
Ja, je ging er langs hoor. Dus het lijkt echt een begrensd geluid, hè? Powerfontein. Deze powerfontein, dat zijn wel echt de moeite waard. Die zijn echt de moeite waard. Nou ja. Nee, qua crackling. Het is beter dan de rest, laat ik het zo zeggen. Kijk even, man. Kijk even naar de camera uit. Ik heb echt wel gekeurd. Liever je camera dan mijn jas. Dus jongens, ik heb even een hekskring gemaakt. Kijken wat er gebeurt. Wat was dat dan? Wat was dat? Die was wel leuk ook, man. Ik had een hekskring gemaakt. Maar hoe kon dat? Ja, jongens. We proberen het gewoon even opnieuw. Wel met minder fonteinen, maar net gingen ze dus... Vliegt hij in één keer als een voetzoeker weg of zo? Ja, weet je wat er gebeurt? We konden gewoon niet weg, weet je. Dus jongens, we hebben deze nog niet laten zien. Dat zijn de knetterkogels. En vroeger waren dit dus die, weet je nog, die rode cracklingbals van de Aldi? Oh ja. Die waren echt goed. En dit is gewoon letterlijk een knetterpallet die erin zit. Helaas. Een stukje karton. Maar op zich... Niet eens. Het is niet heel slecht, maar... Het is gewoon heel slecht, zeg maar. Gewoon. Vind je dat echt? Ja, heel meer, kort ook. Het is beter dan die ratellinten. Zeg het ook gek. We hebben ook nog de bonbonnetjes. Toen ze een paar jaar geleden waren geïntroduceerd, waren ze echt heel ziek. Maar goed, alles is wel een beetje minder geworden sinds dat het kat 1 minder moet zijn helaas. Niet meer uit mijn hoofd wat deze deden, man. Oh ja, een soort knetterrotjes met papier eromheen. Maar dan nog zachtere crackling. Yes. Het moet wel een spektakel zijn. Spektakel, zegt hij nog. Sowieso de helft gaat niet af. Nou ja. Thanks in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat ik een hoop van jullie heb kunnen informeren wat je eventueel kan halen bij de Aldi. Of dat je überhaupt moet gaan. Want daar doen we deze video ook zeker voor. Mocht je de aansteker nog willen kopen of een andere aansteker van Your Pyro. Ga dan even naar de link in de beschrijving yourpyro.nl. En gebruik onze kortingscode PYROTEAMDELFT. Krijg je korting. Thanks voor het kijken. Morgen om 4 uur gewoon weer video. Later.